Nous voici devant l'EFFEC, l'école d'où sortiront demain des spécialistes en communication et marketing qui seront, nous l'espérons, des exposants en nombre sur nos foires et salons. Donc je vous propose de nous suivre pour leur demander leur avis. Citez-moi quelques médias que vous sélectionnez pour mettre dans ce plan média. Quelques médias, j'irai plutôt vers la télé, vers Internet. Tout ce qui est réseaux sociaux, plus la télévision. Tout d'abord, Internet. Tout ce qui est papier aussi, parce que c'est quand même nos grands-parents, ainsi de suite, c'est quand même aussi des personnes qui sont très... ils utilisent beaucoup ce genre de médias. Vos grands-parents pour le papier, vos arrière-grands-parents pour les foires et salons? Non, le foire et salon, je pensais pour tout le monde. Hein. Est-ce que vous abordez souvent le sujet dans les cours? En première, l'aspect foire et salon, voilà, volontairement, on ne le développe pas trop pour la complexité de la démarche. Par contre, en troisième, dans l'option communication, là, on l'aborde en détail, c'est une partie du cours. On va quand même de plus en plus vers une recherche d'expérience à vivre avec les marques. Les consommateurs aiment bien aller goûter, aiment bien aller vivre quelque chose. En natuurlijk gaan we ook polsen naar de mening van onze Vlaamse toekomstige exposanten. En dat doen we op de Erasmus Hogeschool in Brussel. Dus volg mij maar. Als je een mediaplan zou moeten opstellen, aan welke type media denk je? Ja, tv, radio, applicaties eventueel, internet. Ja, de typische media. Televisie, krant, online, affiches. De logische radio, televisie... kranten, magazines, maar ook kranten. Maar ook alles wat meer customer relations kan versterken, dus meer persoonlijke contacten, zijn naast het digitale ook nog zeer belangrijk. En ik zie het ook nog als traditionele manier van communicatie. Denk je dan aan beurzen en aan tentoonstellingen? Ja, bijvoorbeeld. Dat is de eerste keer dat er iemand aan beurzen en tentoonstellingen denkt. Het is fantastisch. Je zit in tweede nu, heb je al lessen gehad in verband met beurzen en tentoonstellingen? Is dat al aan bod gekomen en op welke manier? Ik denk hoogstens twee zinnetjes. Van ja, beurzen eventueel, punt. Twee zinnetjes op 2 jaar tijd. Ja, daar is nog wel werk aan de winkel, zou ik zeggen. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben daar zeker over gesproken in de les. En ik zit altijd in de les, maar ik kan niet zo onmiddellijk opsommen van die beurzen kennen wij. Dus nee, eigenlijk niet echt. Het moet gewoon misschien beter gepromoot worden bij communicatiespecialisten, zodat ze er meer aan denken. Het leukste aan beurzen is, je wordt volledig opgezweept in de sfeer van gewoon het thema waarvoor dat je naartoe gaat. En je kunt meteen van verschillende standen in contact komen met mensen die specialist zijn in hun specifiek onderdeel. Bij ons komen beurzen aan bod in tweede jaar, dus in het vak communicatiemanagement, als een van de middelen naast direct marketing of salespromoties, winkelcommunicatie. Het voordeel van een beurs is dat je daar een heel rijk contact kunt hebben met prospects of klanten. Je kunt mensen dingen laten proeven, smaken, voelen, ruiken, aanraken. Je kunt onmiddellijk op vragen antwoorden die zij hebben. Dus dat zijn allemaal dingen die andere kanalen, zoals een advertentie, gewoon niet kunnen. Avoir des exposants, c'est bien pour un salon. Avoir des visiteurs, c'est encore mieux. Dus gaan we op onderzoek of de Generation Y morgen ook beurzen zal bezoeken. On va parfois au salon à Israël. Lesquels? Affordable Airfare, c'est ça? Il y a Eurantica aussi. C'est toujours mieux de voir en vrai, donc de toute façon, c'est mieux que des photos. Huishoud Beurs. Welke nog? Koffiebeurs geweest. En dan mogen jullie. Ik eigenlijk helemaal niet. Gezellig. Je kan veel dingen kopen, je kan veel dingen zien ook. Ja. Dat is ook leuk. Ja, dus veel dingen krijgt. En de nieuwste tips en trends. Maar le fait de le voir comme ça et de pouvoir poser des questions, etc., c'est toujours plus intéressant que de juste regarder des pages internet, quoi. Ik heb wel een huwelijksreis op zo'n beurs, met een man op zo'n beurs gevonden. Dus dat heeft toch een meerwaarde? Het heeft een meerwaarde, ja. Je vais vous montrer quelques logos de salon pour voir si vous les reconnaissez, d'accord? Alors. C'est un truc avec des livres, salon. Ouais. Genre, joli, encore un Lego. Salon, ça c'est genre la bouffe. La bouffe, tout à fait, le salon de la bouffe. Ah ouais, sérieux? C'est salon de la bouffe. Oui, on va le rebaptiser. Salon du livre, salon de l'automobile, salon du chocolat, salon... Il y en a plein en fait. Salon de l'automobile, bâtiment, livre, ouais, astronomie. L'astronomie. Gastronomie. Gastronomie. Un salon de... Un salon de voiture ou de voyage ou de chocolat? Pas vraiment.
Batibou. Dat is hem, ja. Al geweest? Het was een beetje te kostelijk om er binnen te geraken. Oh ja, we zullen dat aan de organisator meegeven, dat hem volgend jaar zijn prijs wat dat aanpast. Vind ik toch. Maar ik denk dat het jong volk liever allemaal nu op internet gaat en kijkt en zo. Maar mensen van mijn ouderdom, die hebben liever iets te zien, vast te nemen en te weten wat ze kopen eigenlijk. Heeft ze gelijk? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, we zijn daarmee opgegroeid hè, met internet. Zo, voor de afsluiter staan we aan de beurs van Brussel. Niet mis. Binnenkort is dit een museum, een biermuseum, dat is ook een soort beurs. Comme vous aurez vu pendant les reportages, ben, il y a quand même encore pas mal de boulot, que ce soit pour attirer des visiteurs ou des exposants dans les 5-10 ans à venir. Donc, Fébulux a toute sa raison d'être. Merci et bonne soirée. Had u ooit al van Fébulux gehoord voor vandaag? Ik had er al van gehoord. Dus maar wist u wat? Tijd. Die was er. Ja. Maar wist u waarover het ging? Nee, op zich niet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Fébulux? De nom, oui. Mais voilà, donc entendu parler, oui. Mais vraiment maintenant expliquer de quoi il s'agit, je ne pourrais pas.